Korps Hank, en dat is een flink korps, want ik tel een heleboel poppetjes hier van jullie. 17 vrijwilligers. 17 vrijwilligers. Hey, en waarom hier vanavond hier in Hank? Ja, we was eigenlijk op initiatief van een van onze leden, zeg maar. Die had via de Facebook-actie gezien. Dus daar kunnen wij als brandweer daar ook niet ons stuk aan bijdragen. Dus vandaar dat bijna heel het korps hier aanwezig is om gewoon de DJ's te ontvangen. Wij hoorden van de week onverwacht dat de actie hier langskwam. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we toch even de brandweer contacten. Om te kijken of we nog iets mee kunnen doen. Dus we hebben alle ouders even geïnformeerd. En ze komen massaal zo te zien, dus heel gezellig. Het begint lekker druk te worden. Chocomelletje, vuurkorven erbij. En we hebben natuurlijk nog even een bus neergezet om toch ook wat dat geld op te halen. Daar gaat het om natuurlijk. Gaan jullie mee zo richting de brug? Nou, we kunnen met een paar man wel mee, maar ik denk de meeste hier gewoon een beetje blijven om het vuur een beetje in de gaten te houden. En ze hier op te wachten zometeen? En ze gewoon netjes op te wachten, met de blauwe lichten erbij dadelijk. Dat is gewoon leuk, hè? Zoeken, rijdt al een auto. Hé, hey, mannen, rijdt u een stukje achter ons aan? Ja. Wij rijden een stukje voor jou zelf. Oh, dat is heel goed. Ja, mooi, hè? Ja. Ik wil wat bij. Ja, dag. Hartstikke mooi, dankjewel. Applausje voor Manon iedereen om ons heen. Welkom. Nee, ik kan beter aan jou vragen hoe dat het is. Nou, ja, klopt. Een beetje pijn in de knieën, maar dan gaat het goed eigenlijk. Ja. Hoe is Hank? Hank is echt top. Als je ziet wat er zoveel mensen klaarstaan en die allemaal iets gedaan hebben voor het goede doel, dat is echt hartverwarmend. Ik had het net een beetje in de gaten. Ik ben met jullie meegelopen vanaf de brug hier naartoe. Je weet gewoon steeds niet wat er komt en je moet iedere keer overvallen zijn. Ja, nee, dat is absoluut zo. Maar dat is niet erg, want het is allemaal goed. Het komt allemaal uit een goed hart. En ja, je ziet dat de mensen gewoon de auto in de berm zetten en ons een tientje komen brengen. Ja, dat is fantastisch. En jullie hebben natuurlijk best wel kou in deze dagen, dus wij willen natuurlijk van onze... Carnaval, nog even een sjaaltje aan jullie. Even een sjaaltje. Hartstikke mooi. Helemaal goed. De laatste die we kregen was uit welk dorp? Teteringen. Oh ja, Teteringen. Die moeten dan af, denk ik. Ja, wij liepen daar met een sjaal uit Bavianenland, uit Bavel. Maar hoe zijn jullie daar tegenover als we hier een sjaal van Teteringen aan hebben? Dat maakt niks uit. We vieren met z'n allen feest, toch? Kijk, zo kan het ook, jullie. Dus dan zijn nog wel mensen wat strijdig hier en daar, maar hier in Hank is het allemaal vrede. Hartstikke wel.